Voor de derde race van dit seizoen zijn we aangekomen op het Shanghai International Circuit. Het circuit heeft 16 bochten met 2 DRS-zones. Vorig jaar won Lewis Hamilton de spannende race in Shanghai. Sebastian Vettel die werd tweede en Max Verstappen die sloot aan als derde. Sebastian Vettel begint uitermate sterk in dit seizoen. Hij staat met 2 overwinningen bovenaan in het klassement. Een opvallend optreden voor Pierre Gasly, die als driver of the day als 4e over de finish kwam en zo zijn eerste punt in de Formule 1 pakte. De baanrecord op deze baan is gereden door Michael Schumacher, dat is een 1.32.2. We hebben een prima start. We komen zo gelijk aan op de eerste bocht. Dit circuit is toch wel een beetje bekend om de eerste bocht. Heel lang en blind, zeker voor de rookies is het echt lastig. Het is makkelijk om hier, zoals je ziet, naar buiten gedrukt te worden. Normaal deze bocht remmen ze hem heel diep in om de auto zo snel mogelijk recht te zetten voor een goede exit. De volgende bocht is echt een hele goede inhaalmogelijkheid. Dat zagen we afgelopen jaar ook met Sebastian Vettel, die Ricciardo heel mooi inhaalde hier. Hier zie je ook al het duwen en trekken, zeker in de eerste ronde natuurlijk. Deze bocht zal zeker dit jaar met de nieuwe auto's vol gas zijn. Moet je wel opletten dat je hier niet te ver naar rechts uitkomt. Deze bocht moet je uiteindelijk ook weer rechts staan voor de bocht naar links. Deze baan moet je heel veel vooruit kijken. Altijd veel taxiproblemen. En dan komen we hier aan op de links-rechts combinatie. Voor het hele lang rechte stuk. Hier wil je ook weer heel goed gepositioneerd staan. Snel opschakelen zodat je niet de volledige power van de motor gebruikt om te zorgen dat je niet constant wegglijdt met de achterkant. Dan zitten we hier gelukkig mooi in de slipstream. En dan komen we ook gelijk aan op de tweede DRS-zone. En dit rechtstuk is overigens 1,2 kilometer lang. Dus een van de langste in heel de Formule 1 kalender. Hier ook weer een mooie inhaalmogelijkheid. Nou, je remt daar iets na het 100 meter bordje, omdat je natuurlijk met zo'n hoge snelheid aankomt. En hier is ook wel een lastige bocht. Veel momentum meenemen. Zorg voor een goede exit, ook weer in de DRS-zone. En dan ga je zo over start-finish in Shanghai.